En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten, gitter bommend, gitter kaldermugend heer. Want de ludie kunnen praten toch niet laten, ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Betekent Pasen voor u? Vooral gezelligheid, de mensen bij elkaar. Ja, het is een beetje voor de familie, maar verder is... Niet vanwege het geloof? Ja, ook wel een beetje, maar het is toch niet meer zo net vroeger. Eerlijk? Ik ga de hele Pasen werken. Zaterdag, zondag en maandag. En Pasen is voor mij vooral een herinnering aan hoe het vroeger thuis was. En mijn ouders, vooral meer een kinderfeestje met verstopte eitjes en ja, u kent het vast. Ja. Ja. Wat betekent Pasen voor u, meneer? Ja, gewoon een heerlijk weekend. Ja? Gewoon lekker ontspannen, lekker gezellig samen. En, dat was het eigenlijk wel. Maar met Pasen gaat u eieren verstoppen? Ja, voor de kleinkinderen. Ja. In de tuin of in huis? Nee, in de tuin. Leuk hoor. Dan hoop ik dat het droog blijft. Ja. 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 Ah, en wie verstoppelt ze? Opa en oma. Ja, ik denk het wel dat we dat gaan doen. Ja. Ja. Waar gaat u dat doen? In de tuin of in huis? Ik denk, ik woon in de tuin. Ja. Ja, ja. Ik denk dat dat het mooiste is. Ik heb 2 kinderen en 3 kleinkinderen. En ja. Die komen dan ook bij uw paaseieren? Daar zijn ze nu te groot voor, maar hebben ze wel gedaan. Ja. Ja, ja. Nee, mijn oudste kleinzoon is nu al 22, dus die komt geen eieren meer zoeken. Nee. Die komt op oma's verjaardag. Ja, absoluut. Ja. Maar toen ze klein waren, hebben ze heel veel eieren gezocht. Ja, ja. Ja. Ik wens u een fijne verjaardag. Dank u wel. En jullie ook een fijne Pasen. Dank u wel. Dag. Dag.